Je hebt voor je tweede plaats op de sprint. Hoe voelt dat? Een goed gevoel of toch net niet? Ik denk als ik nog iets langer wacht, dat het een goed gevoel geeft uiteraard. Ja, na de race dan baal je toch. Je staat in de finale, je hebt wel kans om wat meer eruit te halen. En ja, dan haal je het er niet uit. En dat is dan jammer. Maar ik denk dat ik hier heel tevreden mee kan zijn. Ja, je bent onlangs heb je het Nederlands record gebroken op de 200 meter. Met wat voor gevoel ga jij hier dan naartoe, naar dit toernooi? Want dat moet toch net anders zijn dan daarvoor, lijkt mij. Ja, ik voelde me natuurlijk wel heel sterk. En dat Nederlands record, dat maakt me ook wel zelfverzekerd. En ja, natuurlijk weet ik wel dat Hugo heel sterk was. En die ging tegenkomen in de finale. En ja, in Mexico had ik hem dan nog qua tijd. En ja, het Nederlands record pakken is in ieder geval voorlopig denk ik nog niet af. En ik denk dat gewoon een goede NK afgegeven. We zijn aan het voorbereiden op de WK. Dus we pakken hem eigenlijk ook gewoon mee. En ik heb hem goed gereden. Ja, want je zegt goed NK gereden. Je wordt derde op de keirin, tweede op de kilometer tijdrit en dan nu weer tweede. Is dat ook het maximaal haalbare nu? Het maximaal haalbare was denk ik toch echt wel een titel erbij. Maar dit is wel heel goed geweest. Dit is wel gewoon wat erin zat en zoals het eruit kwam. Ja, en smaakt die kilometer tijdrit dan nog meer nu? Eigenlijk trekt mij die kilometer niet zo. Ik moet hem dan rijden als training en ik reed hem heel goed. En ja, nee, trekt denk ik niet echt. Ik vind het mooi om te doen om af en toe helemaal stuk te gaan. Maar laat ik dat ook maar een haken over.